De tribune waar normaal gesproken de fanatieke aanhang van NAC huist. Maar die hadden een wat veiliger heenkomen gezocht. En pas nadat de brandweer het zijn brandmeester had gegeven, kon er weer worden gevoetbald. En zoals gezegd, dat was dus pas na 3 kwartier. Om 8:15 nam die wedstrijd pas een aanvang. Onrust bij de spelers. Vooral ook spelers van NAC. Die er met hun gedachten nog niet helemaal bij waren toen er uiteindelijk werd afgetrapt. Want let u maar eens op deze aftrap van Heerenveen. Hansma met een lange paas op Wouden. Die loopt er zo in zijn eentje helemaal doorheen. En maakt dan heel beheerst 0-1. Maar dat was ook meteen het enige hoogtepunt voor Heerenveen. Want daarna scoorde NAC maar liefst 5 maal. 2 maal Arnold, Abdeloui, Brusselers en Admori Koro. En er was ook nog rood voor Abdeloui en een hele vracht aan gele kaarten.